Het is echt nog slecht hier hoor. Vandaag de dag vechten ze niet eens meer met zulke kleine bekertjes. Dat doen ze niet meer. Dat moeten nu van die hele mooie grote bekers zijn. Dit is een free fight. Ze hebben het nu over dat het free fight nu bekend is. Maar dat was in principe al in 1972. Deden wij al free fight. Maar die stonden hier, maar die gaan natuurlijk mee naar de nieuwe school. Dit is Badr. Hij is een van mijn aanstormende talenten. Hij is passie kampioen geworden van een toernooi. Maar hij won toen drie partijen. Alle drie op knock-out in de tweede ronde. Dat was eigenlijk de sensatie was dat bij de Nederlandse kickboxingbond. Ja, daar trainen we voor, hè. Tokio. Daar trainen we voor. Dat is het zwaargewicht, daar kun je geld verdienen, je brood. Ga ik nog brood, dus... Wat verdien je eigenlijk? Nou, die jongens verdienen verschillend, joh. De ene pakt zoveel $1000. Hangt vanaf. Het is per vechter anders. Zoveel tientallen $1000. Laten we het daar maar op houden. We hebben gezegd, we gaan voor een record, hè? Vijf, hè? Eddie Merckx, vijf keer de Tour de France. Moet het hamer zijn? Ja, Badr, natuurlijk, dat zei ik ook. Badr, vijf keer de K1. Moet gebeuren. Overheen gaat, hè? Ja. Alleen hebben we niet genoeg aan één boekhouder, dan heb je wel drie boekhouders nodig. Ja. Ja, en je mee! Kom op, kom op, no move, running, kom op. Oude dametjes, kom op nou, niet chokken. Kom op, Jeff, jij ook zo, binnenkort een wissel, jongen. En pushen, 20 maal. Kom op, juist, dat is hem, Karim. Beuken nou, hoor, hè. En looppassen weer. Ja, squat, 20 maal. Squat, die jongens, door je dijbenen. Kom op. Opzij, even. Heel goed, Amir. Kom op, no moes. That's it. Kom op, Badr. Trappen, terwijl de rest dat doet. Laat weer lopen, ze. Goed zo. Gooi de tempo's een beetje omhoog, jongens. Echt een oud wijvenklassie vandaag. Kom op, daar. Spirit een beetje. Ja, midden van de ring hier. Kom op, om en om. Buikspieren. Voet tegen voet. Ja, pushen, pushen, pushen. Kom op, geven nou. Ja, draaien, schroeven. Kom op, Rashid, geven. Kom op dan, jullie vechten, kom op dan. Tak, tak, tak. 1 minuut nog, kom op. Kom op, geven nou. Kom op, ga door. Klaas, niet stoppen, verdomme. Kom op dan, spanning. En lopen, ja, gaat niet meer. Steve, geven nou, hè. Kom op, jij moet vechten, jongen. Knokken moet je dan. Afzien. Denk jij nou. Kom op, Karin, sneller, je moet knokken. Moet die gozer vermijden. Maar kom op, verder meteen, erachter. Kom op, spin, hey, spin. Kom op, sorry, spin. Raak, hap, hap, kom, spin. Hap. En opstellen, Sam Boys. Snel, Jenny Henne. Laat, we hebben nog 2 weken voor de 16e. We hebben 5 maanden staan. Als je een wedstrijd hebt vandaag de dag, is zo professioneel, dan moet je echt elke dag komen trainen. He, in de ochtend of in de avond, ook buiten lopen. De conditie moet veel beter. Ik begrijp dat sommige jongens hun werk hebben, maar kom trainen. Je hebt tegenwoordig geen makkelijke partijen meer, he, dat weten jullie. En je hebt vaak, jongens hebben minder talent dan jullie, maar die trainen zich de pest. En dan gaan ze over je heen. En dan moeten we echt voorwezen, hoor, dit. Afzien. Als je zegt, ik knok een partij, dan ga je ook voor 100%. Oké? Oké, voor de Dutchie, Ritserij. Ja, ik ben een Badr Hari. En dat is gewoon heel simpel, zat. Weet je, je bent de knokker en je blijft de knokker. En dan voor een baas werken, ja. Zou ik het kunnen, is de grote vraag. Ik denk niet dat ik het zou kunnen. Ik zit al mijn hele leven in de sport. Sinds ik ben begonnen loop ik te boksen. Ik heb nog nooit gewerkt eigenlijk echt. Dus voor een baas werken, ja. Ja, ik zie mezelf liever voor mezelf werken, weet je. En dat vind ik het leuk. En dan ben je gemotiveerder, want alles wat je binnenbrengt is van jezelf. En alles wat je doet is voor jezelf.
En dat is belangrijk. En dat zie ik ook in de sport terug. Alles wat je traint is voor jezelf. En alles wat je doet is voor jezelf. En ik ga liever zo door het leven dan ja, alles wat ik moet doen is voor die. Of alles wat ik doe is voor die. En daar zit ik niet echt mee. Jij ook nou. Train als een beest. We gaan nu vechten. We hebben alles geregeld. Ja? Echt hoor. Nou, je hersens. Ochtends en 's avonds. Nou, twee keer. Hoe is het met school? Niks? Nou, dus dan kun je dubbel trainen. Looking at me, you wanna see black, then jump on it. Until the chumps and think they might want it. I might stop surviving and dump on it. I send a couple of boys to that corner of yours and roll out with a nigga slumped on it. You see black fall back, son. We a shock up in a black regal, no insurance. We like DEA serving warrants. So tell the freaks to know to stop pouring. We gonna grab the mics and get them off the wall. So everybody in here can stop snoring. Go in and save money, unlock it. Pull it out your pocket. Been banning and bake with the apple rock. Vechterschap is iets wat je elke dag moet hebben. Gewoon dat je niet mag opgeven en waar je voor staat, dat je dat gewoon bereikt. En dat is een vechterschap, als je gewoon voor iets durft te vechten wat je wil. Ik wil de beste worden van de wereld. In de zwaargewichten. Dus dat is mijn doel. Ik zie mezelf als een kickboxer als ik in de ring sta, als ik in de sportschool ben. Als ik buiten ben, ben ik gewoon een normaal mens, net als iedereen. Jij hebt respect voor mij, ik heb respect voor jou. Je zegt goeiemorgen, ik zeg goeiemorgen. Eer en respect liggen heel dicht bij elkaar. Kijk, om mij geen respect te geven, betast je mijn eer mee. En daarvoor kan je gewoon problemen met me krijgen. Kijk, want ik stap ook met eer die ring in. En ik doe alles gewoon met mijn eer. En ook al zou ik echt een pak slaag krijgen, zou ik gewoon alleen om mijn eer blijven staan. Om van ja, dat is iets wat je gewoon niet mag verliezen, vind ik. En dat is toch heel belangrijk, vind ik. Maar wat is dat dan, eer? Ja, eer is een gevoel. Eer is iets wat de mens heeft. Dat heb je al. Dat is iets wat je creëert, vind ik. Dat is het gewoon. Het is gewoon iets wat je opbouwt. En ja, dan heb je een bepaalde eer voor jezelf. Dat moet je gewoon zo houden. Ik denk, eer en respect liggen heel dicht bij elkaar. En als ik jouw eer krenk? Heb je een probleem bij mij. Heel simpel. Dan heb ik een groot probleem. Ja, dan heb je echt een groot probleem. Want ik zal nooit iets doen om jou eer te krenken, weet je, nooit. En als je dat toch bij mij doet, ja, dan zit je bij mij gewoon in een verhaal dan. Ja, bij mij kom je dan misschien makkelijk af door alleen, ja, voor mij is mijn excuses bieden genoeg. Maar ga je daardoor op in, ja, dan gaan we het toch op een of andere manier moeten oplossen. Ik heb in principe zoveel meegemaakt. Ik ben 30 jaar met jongeren bezig en dan van sommigen verwacht je het niet en dan gebeurt het toch. En het is dus eigenlijk een 50-50 kamp. She just drive you cold. Cause one mug, you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told the girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plane. Cause you're too quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough hope to put my way. And a girl finna know my name. Het wordt een zware partij, joh. Daar ga je vanuit. Dat bloed aan de paal. Je moet tot het uiterste gaan. Geloof mij, je gaat tot het uiterste. Je zal jezelf 2-3 keer tegenkomen in deze partij. Dat je denkt, waar ben ik aan begonnen? Maar juist dan ga je door. Ja? Oké. Okay. Het mooiste is hetgene waar ik echt op kik. Dat meen ik echt. Dat is echt iets waar ik helemaal uit mijn dak voor ga. Is wanneer ik gewoon naar die ring toe loop. En je kan gewoon niet meer terug. Je moet.